Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is ondertussen alweer eind van de dag. We hebben vandaag niet zoveel bijzonders gedaan. Dus vandaar dat ik mijn vlogcamera er nu pas bij pak. Toen Nova anderhalve week oud was, hebben wij een newborn shoot gedaan. En daar hebben we nu dus eindelijk de foto's van binnen. Ik wil heel graag wat beelden met jullie delen. Want ik ben echt onwijs blij met het resultaat. Het is eigenlijk nog mooier dan dat ik had gehoopt. Dus super blij mee. Dus bij deze een hele kleine slideshow met wat foto's daarvan. Het is vandaag dinsdag. Vandaag is Twan nog een dagje thuis. Dus wij gaan zo wat boodschapjes doen. En vanmiddag naar de kinderboerderij. Heb je een lekker banaantje? Sef ligt lekker te slapen. Dus wij gaan deze koekjes bakken. Wij zijn op de kinderboerderij. En dit lieve meisje hangt weer lekker bij mij in de draagzak. Ah. Oh. Dat is schattig, hè? Wat is dit? Oh, kijk eens, de kippen. Kijk eens. Wat doet hij? Wat doet hij nou? Bé. Doe jij ze aaien? Er zijn er nog meer, hè? Oh, kijk eens, de ezel komt ook weer. Kijk eens, dan komt jouw vriend eraan. Zef, handje? Oh nee. Kotsen zo. Ik ook. Het is vandaag woensdag en ik ben weer een dagje samen met wat is er? Met Sef en Nova. Het is nu, even kijken, 9:15. Ik heb Nova net de fles gegeven en die heeft in de luier zitten poepen. Dus ik ga even verschonen en omkleden. En Sef die heeft ook in zijn luier zitten poepen, dus die ga ik daarna verschonen en omkleden. En daarna ga ik mezelf even omkleden en dan gaan we eventjes richting oma. Ik had Brit net gebeld of ze daar ook even naartoe kwam met Guusje. Ja, dan kan je even lekker met Guusje spelen. En vanmiddag komt een vriendinnetje van mij langs, Veerle. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken een kringetje. Tra-la-la, maak nu een buiging, maak nu een... Waar is Sef nou? Hey, kiekeboe! Sefje, waar ben je? Kiekeboe! Sef! Hey, ik heb je gevonden! Nou, de kids zijn klaar voor vandaag. Nu mama nog. Ik heb trouwens een discussie met Twan over de kleur ogen van Nova. Ik weet dus echt zeker dat dit blauw is en blauw blijft. En Twan is ervan overtuigd dat ze bruine ogen heeft. En dat dit gewoon een blauwe gloed is. Wat denken jullie? Let me know in de comments. Dit mopje heeft net de fles op en die is nu helemaal uitgeteld. Nou, we zijn alweer eventjes thuis. Sef is ondertussen al naar bed geweest en die is alweer wakker. En dit meisje hangt weer bij mij in de draagzak. Ze heeft de laatste dagen echt mega veel last van krampjes. En eigenlijk zodra ik haar neerleg in de box of zo, dan wordt ze gelijk wakker. En gelijk huilen als ze niet bij me is. Dus ze hangt gewoon heel veel in de draagzak bij mij. En ik moet zeggen dat ik het ergens stiekem helemaal niet zo erg vind hoor. Ik heb dat ook echt wel heel erg gemist.
Dus ik vind het super fijn om haar te kunnen dragen. Nou, zometeen komt er een vriendinnetje van mij langs. En vanavond gaan we weer eten bij mijn schoonouders. Is weer naar huis. Het was echt super gezellig. We hebben weer lekker bijgekletst. En ik ben nu weer onderweg met mijn kiddo's. Op weg naar mijn schoonouders. Wat ben jij voor neppet? Is het zo... Is het zo grappig? Sef, gaan we naar bed? Ja! Ja, kom maar! Er staat mijn bakkertje. Hij heeft weer wat nieuws bedacht. Zelf wafels maken. Dit wafelapparaatje, of hoe noem je dit? Een wafelijzer. Oh, heeft hij besteld bij bol.com? Kom zomaar terug voor het resultaat, mensen. Oeh, deze zijn heel goed gelukt. Het resultaat van de wafeltjes. Erg goed gelukt voor een eerste keer, als je het mij vraagt. En echt super schattig. Het is in de vorm van hartjes. Twan houdt zoveel van mij dat hij allemaal hartjeswafeltjes voor mij heeft gemaakt. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Wij hebben best wel een ellendige nacht achter de rug. Nova die heeft ontzettend veel last van krampjes en vannacht was ze dus ook echt goed overstuur, heel veel aan het huilen en we hebben echt best wel een tijd met haar moeten lopen en zo. En Sef die lag vannacht ook nog tussen ons in, dus we zijn allemaal een beetje gebroken door deze nacht. Maar goed, ik ben vandaag natuurlijk een dagje met haar alleen, dus ik doe een beetje rustig aan. Nou, mijn schoonmoeder heeft net Sef opgehaald. Ik spring even gauw onder de douche en dan drop ik Nova hier in de Mozesmand. In de hoop dat ze het even toelaat. Nou, so far so good. Dit verbaast me echt ontzettend. Dus hopen dat ze het nog even volhoudt. Ik heb 2 geroosterde broodjes met ei voor mezelf gemaakt. En ga nu kijken naar de Belgische Bachelor. Ik ben heel even de was aan het opvouwen. Maar Sef is dus vandaag een dagje naar de Efteling. Echt superleuk. Samen met mijn schoonmoeder, oma en Guusje. En nou kreeg ik dus net een filmpje door, dat ze in de carnavalattractie zitten, in de Jokie en Jet. Nou, en ik ging echt helemaal stuk. Iedere keer weer als ik het filmpje bekijk, dan lach ik me echt helemaal dood. Hoe hij in dat karretje zit, het is echt geweldig. Dus ik zal jullie dat zo even laten zien, want het is echt, echt hilarisch. Hij gaat helemaal los. Sefje, was jij vandaag in de Efteling? Sef? Wat? Was je bij papier hier? Nee. Hier, hè? Ging je papiertje gooien daar? Wij eten vanavond lekker makkelijk. Zelfgemaakte Turkse pizza. Meisje ligt zo lief bij mij dat ik het gewoon zielig vind om uit bed te gaan. Het is nu 10:30 en ik ben net bij het consultatiebureau geweest met Nova. Ze is echt super goed gegroeid. Ze woog 2,5 week geleden 3,3 kilo en nu al 3,8 kilo. Dus super goed.
En verder was alles eigenlijk ook goed, dus heel erg fijn. We gaan nu eventjes Sef ophalen, die is bij opa en oma, want ik vond het een beetje te veel gedoe om hem mee te nemen. Dus daar gaan we nu naartoe en dan even gauw langs de Albert Heijn en we gaan naar huis, want dan moet Sef weer naar bed. En dan komt vanmiddag een vriendinnetje langs, Melissa, dus dat is wel gezellig. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Wij zitten met z'n viertjes in de auto. Gisteren hebben we echt even wat meegemaakt, maar daar vertel ik jullie later op een rustig moment meer over. Want ik heb gisteren namelijk niet meer gevlogd, maar ja, dat komt later. We zijn nu op weg naar een vriendinnetje van mij, Kim. En dat is wel echt heel erg leuk, want zij heeft dus ook twee kindjes. Een zoontje en een dochtertje. En haar zoontje is een week ouder als Sef. En haar dochtertje is dus anderhalve week ouder als Nova. Dus we gaan vandaag voor de eerste keer baby daten met de baby's. En ja, dan kan Sef weer even lekker spelen en zo. Dus heel veel zin in. En ik ben heel benieuwd naar haar kleine meid. En deze is dus in slaap gevallen. Echt super zielig. Kijk hem liggen. Wij hebben even een tussenstopje gemaakt bij de McDonald's. Heb je een lekker frietje? Gaan we daarheen? Gaan we naar opa en oma? Gaan we soep eten? Nou, zoals beloofd zou ik jullie natuurlijk nog eventjes vertellen over wat er gisteren was gebeurd. Ik was met Melissa en wij zaten gewoon gezellig op de bank te kletsen met elkaar. De kindjes waren erbij. En toen ineens uit het niets kreeg ik een hele rare druk op mijn borst. In eerste instantie probeerde ik er niet te veel mee bezig te zijn. Want ik had zoiets van ja, hoe meer ik daarover na ga denken en hoe meer ik me er bewust van ben, hoe erger het misschien wordt. En dan raak ik misschien ook nog in paniek. En ja, dat schiet gewoon niet op. Dat moeten we niet hebben. Dus ik probeerde het eigenlijk een beetje los te laten. Alleen het werd dus steeds heftiger en steeds erger. En op een gegeven moment straalde het ook uit naar mijn schouders, mijn ribben, mijn buik, mijn rug. Dus toen heb ik twee paracetamollen genomen. En de pijn werd dus, ja, alsmaar erger. Toen zei ik tegen Melissa, Melis, ik voel me gewoon echt heel raar. Ik heb ontzettend veel pijn en ik heb het gevoel dat er iets aan de hand is. Dit klopt niet. Ik heb het nog nooit gevoeld. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik heb gewoon zoveel pijn. En toen heb ik Twan opgebeld en die zei, je gaat nu met spoed naar de huisarts bellen. Die had ja, gelijk in de gaten dat het niet goed was, want die weet ook hoe ik ben en ik heb in principe nooit wat. Ik neem nooit twee paracetamollen. Ik bel hem natuurlijk al helemaal nooit op van zijn werk. Dus ja, die zag de ernst er wel goed van in. En die schrok ook wel van de klachten die ik had. Want wij dachten eigenlijk, ja, alle drie dat ik een hartaanval aan het krijgen was. Dus toen heb ik de huisarts gebeld en toen moest ik ook per direct komen. Want zij dachten daar dus ook aan. Dus toen is Melissa naar huis gegaan en oma en mijn schoonmoeder zijn onze kant op gekomen voor de kindjes. En toen ben ik gelijk met Twan naar de dokter gegaan. Toen bleek uiteindelijk uit alle onderzoeken dat er gelukkig niks met mijn hart aan de hand was en dat ik dus geen hartaanval had gekregen. Nou heb ik dus een ontsteking aan de spieren van mijn borstbeen. Ik heb er echt nog nooit van gehoord, maar goed, ik heb dus een ontsteking daar zitten. Waarschijnlijk door Nova, omdat ik haar ja, heel veel bij me heb, heel veel draag. En dat dat dus ook constant met dezelfde houding is. Dus die spieren die zijn gewoon constant verkrampt of zo. En dat zorgt er nu voor dat er ontsteking zit. Echt super naar, want het is ja, ongelooflijk pijnlijk. Dus daar heb ik nu diclofenac voor gekregen. En ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat er in ieder geval niks ernstigs is. Dat dat is uitgesloten. Maar ik hoop dat de diclofenac goed zijn werk gaat doen. Maar ja, dat was best wel schrikken, zoals jullie je vast wel kunnen voorstellen. Want je gaat naar de huisarts met de gedachte dat je misschien wel een hartaanval krijgt of hebt gekregen. Gelukkig is het niet zo, maar ja, we zijn allemaal heel erg goed geschrokken. Het is vandaag zondag. Wij hebben vanochtend kraamvisite gehad. En ik zit nu lekker in de tuin met de kids. Twan die sporten. En strakjes gaan wij nog gezellig uit eten met mijn schoonouders. Die hadden ons zojuist uitgenodigd om ook gezellig mee te gaan. Dus dat is wel een leuke afsluiten van het weekend. Sef! Sef, waar ben jij? Ik kan Sef niet vinden. Hey! Huh? Waar is Sef? Waar is Sefje? Sef!
chef. Hey. Wat doe jij daar? Ga voetballen. Goed zo. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. We maken kringetje, tra-la-la. Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. Bij de hand, pak je vriendjes bij de hand. Bij de hand, bij de hand, pak je vriendjes bij de hand. Doe eens dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen. We zijn weer thuis. Het was gezellig en we hebben lekker gegeten. Ik heb Nova net de fles gegeven en die ligt nu lekker te slapen op mij. Dus wij gaan langzaamaan klaarmaken voor bed en zelf ook lekker slapen. Bij deze wil ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende weekvlog. Doei!